Meneer Robber, u wilt iemand uitdagen. Ja, ik denk dat beviel net zo goed om het maar meteen in het begin te doen. Ik denk dat ga ik nu ook doen. Maar helaas, Geert. Oké. Okay. Ik ga met de heer Rutte aan de gang. We graag met de heer Rutte in debat. Wat over de zorg. Ik zeg, komt u hier aan de binnentafel staan. Ja, meneer Wilders, jammer hè. Had u ook gehoopt dat u mocht zijn? Ja. Ja, nee. Hij doet het nog wel, maar u wacht een keer. Ik wil zeggen, over de zorg, 4 minuten voor u beiden hier aan de tafel. Meneer Rutte, we gaan het dadelijk vast een kwartier lang hebben over de kosten van de zorg. Maar ik wil er één ding uithalen waar heel veel mensen zich verschrikkelijk veel zorgen over maken. Fors verhogen van het eigen risico. Leg mij en Nederland nou eens uit waarom u nou zo voor het verhogen van het eigen risico bent. Dan leg ik daarna uit waarom ik dat een heel onverstandig idee vind. Ik ben niet voor het verhogen van het eigen risico. U bent fors voor het verhogen van het eigen risico. Nee. Dat gaat alleen maar omhoog. De afgelopen jaren alleen maar omhoog gegaan. U wilt de kosten omhoog om naar de dokter te gaan. Een eigen risico voor de dokter. Staat gewoon in uw verkiezingsprogramma. Luister. U wil lichtgeld. Staat gewoon in het verkiezingsprogramma. Nee. In het Koendersprogramma. Nee. Staat er gewoon in. U gaat gewoon alleen maar de kosten bij de mensen neerleggen. Zal ik zelf vertellen wat ik wil? Oké. Okay. Meneer Roemer, de VVD wil af van al die eigen betalingen. Dus dat zijn die lichtdagen en de eigen betalingen voor de GGZ. Wat de VVD ook wil, is ervoor zorgen dat die kosten van de zorg beheersbaar blijven. En wat u doet met uw programma is een heel gemiddeld gezin. Hij werkt als verpleegkundige, zij werkt in het HBO. Die gaan bij u dadelijk 2000 euro per jaar meer betalen aan de zorg. Het tweede wat u gaat doen, is ervoor zorgen dat de wachtlijsten terugkomen. Want u gaat ziekenhuizen weer een vast budget geven. U weet hoe het vroeger ging. Op donderdag stopten de chirurgen met opereren. De mensen met geld vliegen naar Spanje om een nieuwe heup te halen. Maar de gewone man, uw kiezer, mijn kiezer, de mensen die gewoon hard werken, staat op de wachtlijst. Ik wil niet dat die 2000 euro erbij komt voor heel normale mensen die hard werken. Ik wil de wachtlijsten niet terug. En beide gebeurt met het programma van de Socialistische Partij. Op het moment dat je meer dan 90.000 euro verdient met z'n tweeën, dan mag je ook iets meer betalen. Maar u geeft nog steeds geen antwoord op de vraag. Dit zijn mensen die allebei anderhalf keer modaal verdienen. Antwoord op de vraag, meneer Rutte. Bij u gaan mensen steeds meer betalen. U laat mensen, ouderen laat u in de thuiszorg meer betalen of u haalt het zelfs helemaal weg. In de AWBZ in de ouderenzorg. Mensen moeten meer gaan betalen of u haalt al die voorzieningen helemaal weg. Mensen moeten maar een heleboel in hun sociale netwerken, hoorde ik de minister zeggen, gaan zoeken om de ouderenzorg te gaan organiseren. Nog één zin en dan mag u. Dat betekent dat we hebben nu al meer dan 2,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Waarvan een kwart belast dat overbelast is. En u denkt dat u daar nog meer belasting op kunt zetten? Meneer, u ging net niet in op het voorbeeld wat ik u gaf. Ik schetste u dat mensen die een heel normaal salaris verdienen, gewoon hij werkt dus in het HBO, zij werkt verpleegkundige, gaan bij u daar 2000 euro per jaar meer verdienen, omdat u geen keuzes wilt maken. Ik vind het idioot dat iemand die bijvoorbeeld is aangewezen op thuiszorg en die blijft bij de VVD volkomen vergoed, dat zo iemand als die daarvoor ook een werkster had, die werkster voortaan kan betalen uit de middelen van de gemeente. Waarom kan die werkster niet gewoon doorgaan? En de VVD zegt, als dat betekent dat mensen het niet zelf kunnen betalen, is er bij ons een hele forse pot geld. He, dus je moet ook het hele verhaal vertellen. Een hele forse pot geld om dat te regelen. Maar wat we niet kunnen doen, is in Nederland het laten gebeuren dat dadelijk mensen de helft van hun salaris kwijt zijn aan de gezondheidszorg. Dat breekt de solidariteit af. Dat breekt ook het fatsoen af, wat zo belangrijk is. Die fatsoenlijke solidariteit onder de gezondheidszorg. En als u minister-president wilt worden, ik verzeker u één ding. In mijn baan moet je keuzes maken. Dat zult u ook moeten doen. Ja, begint u daar dan mee? Wij maken hele duidelijke keuzes, meneer Rutte. Wij zorgen ervoor dat mensen een inkomensafhankelijke premie gaan betalen. Dat betekent dat de mensen met de lage en middeninkomens erop vooruit gaan. Waardoor die mag ik nou? Is nou die 75%, 75% van de mensen gaat erop vooruit. Als je meer dan 90.000 euro betaalt, mag dus die wijkverpleegkundigen en die leren in het HBO, dat zijn voor u grootverdieners. Nee, maar dan begrijp ik het verschil van mening. Ik zet er een fles wijn op. Ik vind de wijkverpleegkundigen en de leren in het HBO geen grootverdiener. U blijkt wel. Die gaat 2000 euro meer betalen, meneer Roemer. De tweede keer dat u dat zegt, het is niet waar. Het is gewoon niet waar wat u zegt. Het is absoluut waar. U moet geen dingen in de mond leggen die niet kloppen. En twee, de kosten van de zorg zijn fors omhoog gegaan. Doordat u de marktwerking in de zorg heeft vooropgekomen. Meer dan 2-3 miljard gaan omhoog. Kun je nu alleen al besparen om de marktwerking kosten gaan omhoog uit omdat we ouder worden en omdat we steeds meer kunnen. Dat is de reden waarom de kosten van de zorg omhoog gaan. U mag terug naar uw plaats.